We gaan vandaag een pack battle doen. We hebben allebei een volledige booster box, dus het wordt extra lange fun. En dan gaan wij punten verdienen door de dingen die hieronder staan te packen. Dus een V krijg je 1 punt voor, V Max, V Star en Full Art 2 punten, Alternate Arch 4 punten en Rainbow of Secret Rare 5 punten. En dat doe ik samen met Perry, dus dat wordt een feest. Hey wereldreiziger, zegt Jordi. Yo. Wat we gaan doen, ik pak mijn eerste helft uit. Daarna pakt Paddy zijn eerste helft uit. En daarna ga ik weer terug naar mijn box. En daarna gaat Paddy weer terug naar zijn box. En dan bovenin kan je de punten zien. En dat is het eigenlijk. Ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen. Met zo'n pakketje. Dat is goed. Ja. Zo. 1, 2, 3, 4. Heb jij nog wat die codekaart, of niet? Jazeker, die komen in die online game. Maar die online game is alleen nog niet uit. Darkness Energy. Een Dartrix. Oh, ik denk dat ik hem ietsje meer zo moet zetten. Dan is het wat beter, ja. Drifblim. Dark Patch. Combi. Chatot, Psyduck, Drifloon, Sudowoodo, Barboach en Regirock. Nou, geen punten. Ja, de enige plekken waar je punten kan verdienen is natuurlijk in de achterkant en de Reverse Holo. Daar kan ook een Full Art in zitten, of een Alternate Art zitten, zeg maar. Ja, dat wordt live. En die andere die is ook niet echt meer compatible volgens mij. Grass Energy. Overquill. Jubilife City. Noctowl. Hisuian Quillfish. Hisuian Basculin. Puchena. Glammeow. Gemma. Reverse Holo Ralts. En Regieleki. Ik heb al twee Regis. Kaboom. En de andere drie nog. Nu de andere. Ja, als je Regigigas niet meetelt. Ja, oké. Maar dat is de top van de Regi. Ja. Dat is de Regibaas. Een Electric Energy. Oh. Kamado. Kom op. Yes. Noctowl. Unidentified Fossil. Cricketot. Standler. Hisuian Quillfish. Scyther. Togepi. Radiant Heatran. Ja, die staat niet op de lijst, dus daar kunnen we niet echt een score aan verbinden. Maar er zitten ook Radiant Pokémon in. Die zijn dus ook redelijk zeldzaam. Zeg ik, terwijl ik daar ook een Radiant Heatran heb liggen. Ja. Ja. En een holographic Weirdeer. Paddy zit in een hoekje, dat klopt, ja. Paddy komt zo meteen in beeld. Dat is V-Max, nee. Oh, ja. 80 cent. Oh ja, dat bedoel ik. Nee, Paddy heeft geen zin om zijn Discord DM's te lezen. Dat bedoel ik, jongen. Wat nou weer? Je hoeft het niet te zeggen, Jordi, het staat in beeld. 1, 2, 3, 4. Een Fighting Energy. Azelf, Shieldon, Uxie, Barboach, Scyther, Eevee, Heracross, Mantine. Reverse Holo and Identified Fossil. En Mightyena. Lekker potje dit. Ik ga goed. Ja, je hebt nog een aardappel gehaald. Dat is waar. Twee, drie, vier.
We hebben een Fire Energy. Uxie. Energy Lotto. Overquill. Ponyta. Rowlet. Bronzor. Oshawott. Hoothoot. Reverse Holo Cyndaquil. En een Weirdeer V. Wel een vette kaart. Dat ze horen zo gloeien. Als hij ook goed in beeld komt. Yeah. Wel een vette kaart. Zeker. Maar kijk, nu zit ik zo over na te denken. Natuurlijk is dat Hisuian een Overquill. Ja. Er zou er ook nog een regular Overquill moeten. Daarom hebben ze dat ook gedaan. Om die mogelijkheid nog te kunnen creëren, zeg maar. Dat is... Dat hebben ze namelijk met alle regional forms, is dat zo in de Pokémon kaart als het goed is. Als je naar Alolan Diglett krijgt, of nee, dat is niet een goede voorbeeld. Obstagoon is ook Galarian Obstagoon. Maar dat dacht ik al over na toen we Arceus aan het spelen waren, van die zullen we hier ook komen. Maar het is eigenlijk nooit te spaak. Nee. Maar we staan op het bord. Kaboom. Oké. Een Psychic Energy. Grand. Switch Card. Bisharp. Chatot. Magnemite. Teddiursa. Hisuian Sneasel. Misrevious. Oeh, dit is een alternate art Kingdra. Kaboom. En Registeel. En Siri bemoeit zich er ook bij. maar, in ieder geval... Oeh, deze is wel echt een vette. Holy shit. Yeah. Zou ik weer een quick switch gaan doen? 1, 2, 3, 4. 4 punten erbij. Kaboom. Ja, Astral Radiance was al uit, maar ik had destijds twee boxen gekocht, weet je nog? En ik zou nog een keer die tweede box openen en nu is de tijd. Die Kingdra is 1,50. Die Kingdra is 1,50, ja, oké. Okay. Maar toch, wel 4 punten waard voorop de pack battle. En een Metal Energy. Shieldon. Hisuian Heavy Ball, Perugly, Cyndaquil, Ponyard, Hisuian Growlithe, Hisuian Voltorb, Rufflet, Yanma Reverse Holo en Origin Form Dialga V-Star. Maar dit vond ik ook cool, toch? Volgens mij ook, ja. Allereerst, dat was op dat moment, toen de beste kaart die ik... Die ik trok. Dat is volgens het puntensysteem niet helemaal waar. Omdat je meer punten krijgt van alternate art. Want die had ik ook vorige keer ook. Mm-hmm. Omdat er wat meer in zit in deze set. Alleen die 4-star was toen wel echt de vetste kaart die ik had gepoeld. Zo, dus dat zijn 2 punten. 1, 2. Over nieuwe sets gesproken. Er komt weer zo'n tussenset. Net als dat Celebration was, zeg maar. Die heeft dan geen boosterbox, maar alleen van de ETB's. Van die Elite Trainer boxen. Die komt uit binnenkort. Dat is die Pokémon Go met die Ditto. Mm-hmm. Dus die komt binnenkort ook binnen. Hé, hey, kijk eens aan welke kaart we hebben. We hebben een 4-star kaart. Ik vind dat zo raar. Die achterkant is ook zwart. Ja. Bronzong, Roxanne, Curlia, Sudowoodo, Combi, Ralts, Nickit, Tokapri, Reverse Holo Azelf en Glaceon. Als jij zo aan de beurt bent, dan zal ik mijn ding eventjes hier weghalen. Leg ik dat daar neer. Oeh, als deze kaart goed is die achterop zit, dan heeft hij een hele slechte bedrukking achterop. Water Energy, Zisu, Curlia, Canceling Cologne, Clone, Swinub, Nickit, Petalil,
Bergmite, Hippopotas, Reverse Holo Mantine en een Holographic Magnezone. Binnen de zone. Hatchoo! Oh. Nee, nou, het was geen Hatchoo. Dat ik moest kopen voor die verjaardag. Ja. Zag ik ook één pakje staan van Shining Fates. Oh, die, ja. Dacht gewoon, weet je wat ik doe? Kijk, ik koop daar wel één pakje van voor hem. Ja. Oh. Die kostte 10 euro, maar maakt niet. Oké. Wel een vette set is dat, door Shining Fates. Hij voelde er een Shiny Glacian uit. Oh, dat is wel vet. En die kostte 20, dus hij had 20 geplust. Nice. Water Energy. Gardenia's Figure. Temple of Sinnoh. Wait and See Turbo, Chatot, Psyduck, Drifloon, Sudowoodo, Magnemite, Reversalo Ursaluna en een Holographic Cleaver. Ja, maar die heeft geen Isu in de voorstaan, hè? Ursaluna. Cleaver ook niet. Oh nee, dat klopt, want dat is... Ja, oh nee, dat is wel raar. Nee, want die evolueren niet van een Hisuian vorm. Nee, oké. Zouden die nieuwe vormen terugkomen in Scarlet Violet? Ik denk wel dat je ze kan krijgen, want dat hebben ze toen met die Alolan vorms ook gedaan. Die kwamen ook in Let's Go. Ja, oké. Als ze dat niet doen, zou ik het wel heel raar vinden. Ja, dat is ook raar. Ik denk dat je ze sowieso kan krijgen, of in ieder geval over kan zetten. Darkness Energy. Sweet Honey. Cricketoon. Bisharp. Zooian over... Quillfish, ik wou over Quill zeggen, want dat is Quillfish. Petalil. Nickit. Hippopotas. Cyndaquil. Zooian over Quill. En Shaymin. Alolan, Galarian, Hisuian, Scarletian en Violetian. Nee, dan moet je toch kijken naar hoe de regio gaat heten. Is dat nog niet bekend, hoor? Dat is nog niet bekend, nee. Scarletian, dat klinkt zo skelettig. Ja, want die zien er ook allemaal uit als skeletten, die vorms. Oeh, het voelt niet goed. Voelt niet goed? Als in... Dat weer beschadiging is, zeg maar. Grass Energy, Magneton, Spicy Seasoned Curry, Hisuian Electrode, Standler. Het is wel een hele goede kaart, heb ik al gezien. Hisuian Quillfish, Scyther, Togepi, Combi. Alternate Art Hoothoot. En Full Art Erida. Die Hoothoot is wel episch. Die Hoothoot is zeker episch. Dat is toch Fuji, of niet? Die trainer die erbij zit? Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik ben niet zo bekend met die trainernamen. Echt vet. Even kijken. Full Art en Alternate Art. Dat is 6 punten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Hoothoot is zeker vet. Hoothoot is 1,50. Oké. Okay. En die andere eten? Irida. Welk type? Ja. Ja, 22. 22? 22. Holy shit. See? Wacht, is die rainbow nou goedkoper dan deze? Ja. Wat? Hey. 22, holy shit. Nou, want de Rainbow Rare is rarer, zeg maar. Alleen, waarschijnlijk is de hoeveelheid dat hij gepoeld is echt minder. Okay. Of dat de vraag ernaar is minder, dat kan ook. Want het is meestal, stel hij is één keer gekocht voor $22, zeg maar. Dan is dat de prijs, zeg maar, die op zo'n site staat. Maar hij kan al veel klikken, kijk wat hij zegt. Ja. Ik ga ondertussen verder met de Lightning Energy. Cranidos. Featherball. Wishcash. Hisuian Voltorb. Hisuian Basculin,
Glammeow, Poochyena, Swinub, Dark Patch Reverse Holo en een Rapidash. Nee, de goedkoopste is echt 22. Dat is de goedkoopste. Oh, oké. Okay. What the fuck? Ja. En bij die andere, de Rainbow Rare, is goedkoopste 15. En dat vind ik wel echt heel raar. En dan over gaat die naar over. Dat is echt wel, ja. We hebben hier een Vuur Energy. Choi. Chop Choi. Yalmega. Gapejaw Borg. Ponyta. Rowlet. Bronzor. Oshawott. Hoot Hoot. Mamoswine Reverse Holo. En een Leafeon. Och. Nog eentje. Yep. Is nou Adrien te lust alleen als je die poelt? Ja, yeah, maar ja, het is de energy spotten, dus niet zo spannend. Oh ja. V-Star, D-Bot, Yanmega, Celine, of zoiets. Scyther, Eevee, Heracross, Mantine, Teddy Ursa. Oeh, Calyrex V-Max. En Miltank. En V-Max is 2 punten. Nice. Ik moet nog 3 pakketjes en dan ben jij aan de beurt. Is deze box nou een beetje dan je vorige box? Ja, voor mijn gevoel wel, nu al. Omdat mijn beste kaart uit die set was dezelfde kaart die ik nu weer gepoeld heb. En verder heb ik nu voor mijn gevoel nu al meer extra kaarten. Ja, mijn tweede voor mijn gevoel vette kaart, ondanks dat die niks waard was, was die Radiant Heatran. Maar die had ik de vorige keer ook, dus die heb ik nu weer. Dus voor mijn gevoel is deze box wel beter, ja. Metal Energy. Ursaring. Cranidos. Piloswine. Cyndaquil. Ponyard. Hisuian Growlithe. Hisuian Voltorb. Rufflet. Reverse Holo Togetic. En er komt iets. Een Decidueye V. Oeh, vorige keer had ik helemaal geen Decidueye. Dit is wel echt een vette kaart. Nice. En een punt. Kim. Oh ja, V is 1. Dit is toch V Max? Nee, dit is een V. Energy, Piloswine, Super Effective Glasses, Bronzong, Magnemite, Ralts, Hisuian Sneasel, Mistrefus, Barboach, Bronzor en Hisuian Arcanine. Yo, Justin, dankjewel. En de eerste helft van de doos voor mij is bijna afgelopen. En dan is Paddy aan de beurt. Water Energy. Sisu. Dartrix. Tracking Shoes. Swinub. Nickit. Petalil. Bergmite. Hippopotas. Oh, hij moet wel beter in beeld. Nee, hij is lastig, hè? Yeah. En Reggie Draco, die ken jij. Ja, shiny. Het duurde even, maar die heeft die shiny. Ja, 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 ja. Even als recap, de pools die ik tot nu toe gekregen heb, is Hisuian Magische Poeder, dat is heel belangrijk. Even wachten daarop. Ja, Ice Rider Calyrex V-Max. Full Art Erida, Hoot Hoot Alternate Art, Origin Form Dialga V-Max, V-Star bedoel ik, Full Art, Alternate Art Kingdra
En een Weird Air V. Oh, en dan hebben we nog de Radiant Heatran. Maar daar hebben we geen punten voor uitgereikt voor de Radiants. Zeker, zeker. Ik zal even alles opruimen wat van mij is. Dan kan jij namelijk heel eventjes alles gewoon erbij pakken. Het zou heel sad als ik nou in mijn helft van niks krijg. Dat zou heel sad zijn, maar ik zou het niet... Nee, nee, ik gun jou ook goede pools. Ik zou het niet erg vinden. Dat wou ik zeggen, ja. Jij kan gewoon op deze stoel zitten. Ja. Ja. Zo klonk echt heel erg als het oude Minecraft geluidje. Ik kon niet veel zeggen. Inderdaad. Zo, jouw camera is wel heel erg dichtbij. Natuurlijk mijn eigen camera gewend, hè? Ja, ja, jouw staat natuurlijk sowieso ver. De mijne zat echt helemaal daar in die hoek, zo weet je wel. Mm-hmm. Maar dat is nu ook de tijdelijke oplossing, omdat ik de goede camera gebruik Tuurlijk. Maar voor de kaarten zelf. Het was, ja, 4 naar voren. Ik heb net de hele tijd gezien. Lady Chan, ja. Zo, wat staan deze pakjes kut in vergelijking met Pokémon? Oh, gaat hij nu wel zo. Godverdomme. Je kan het verder, ik geloof het niet. Struggles. Dit gaat lang duren zo. Nee, dit is een garimplement vraag. Sleeve. Nice. 1, 2, 3, 4. Ja, ik ben... Damn it. Oké. Dat lukt jou. Stel scherp. Ja. Oké. Energy. Yuxi. Energy Lotto. Hisuian Overquill. Magnemite. Ralts. Sneasler. Sneasel, sorry. Misdreavus. Barboach, Reverse Holo Rapidash, Hisuian Affleck. Oh, ja. Na de Reverse Holo komt er maar eentje nog. Dat is heel sad. Nou, mijn eerste partner zou ik zeggen deze keer. Maar dat is alleen maar goed nieuws, hè? Want ik heb wel geleerd uit ervaring dat als je eerste pakketje goed is, dat je verder helemaal niks meer voelt. Hij doet moeilijk. Godverdomme. Ja, zo maakt het meestal. Hier nu deze, zo in het midden. Ja, dan moet je ze zo recht eruit zien te krijgen. Nee, 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 je kan gewoon nu is dit scheurbaar. Dat van elkaar afhalen. Die plakrandjes die kan je dan al zo. 4. Ben jij linkshandig dan? Ik ben rechtshandig. Hoe doe jij dat dan? Met links afhalen. Ja, moet ik rechts vasthouden. Ik heb mijn vertrouwen daar niet in, hoor. Ja. Stel je scherp of niet? Ja. Dank u. Energy, Hippowdon, Dark Patch, Magneton, Hisuian Sneasel, Misdreavus, Barboach, Ponyard, Eevee, Reverse Holo Heracross, Diancie. Ja, Diancie Holographic. Ik heb Diancie echt nooit in deze set verwacht eigenlijk. Ja, soms dan denk ik ook wel eens van wie bedenkt dan in welke set komt, zeg maar. Oh, één pakje is genoeg, hè? Eén pakje per keer. Want soms dan, net als met de Diancie, voelt het gewoon niet dat hij daar niet thuis hoort, zeg maar. Nee, Diancie is al één keer uitgebracht in X en Y. Daarna is hij eigenlijk gewoon nooit meer teruggekomen. Weet je, ik ga nu... Als die Ghost Rares in zaten. Rainbow Rare en Secret Rare, die zijn ook zeer nice. Dat mag. Wat? Damage. Oh nee, dat mag, hè. Kom op. You can do this. We verlaten scherp stellen op je hand. We wachten tot je je hand scherm ziet. Maar die moet wel... Ja. Ah, nu is het weg. Yeah. Ja. Energy. Shieldon, Hisuian Heavy Ball, Perugly, Sudowoodo, Combi, Drifloon, die moet jij uitspreken. Psyduck. Dank u. Togepi, Frostmoth. Alternate Art Frostmoth, hele vette kaart. Wat, Alt Art was 4, hè? Ja. 1, 2, 3, 4. Die is wel heel ziek, ja. En een Vespiquen. Ja.
Oh, die is, dat is echt een vette kaart. Die is zeker ziek. Mm-hmm. Andere kant. Moet je hem voelen. Nice. Ja, hij is wel steady, zeg maar. Ja, ik snap hem wel, ja. Nice. De eerste 4 punten zijn binnen. Ja. Nando moet me pesten. Ja. Mag ik hem bannen? Nee. Oh. We hebben al zo weinig kijkers. Ben, hè? Wat is dit? Drie, vier. Fire Energy. Choi. Q-Lava. Hisuian Heavy Ball. Drifloon. Uh-oh. Oh, sorry. Oh, paniek. Togepi, Magnemite, Ralts, Reverse Holo Shieldon, Hisuian Basque Legion, en dat was heel sad. Het kan niet altijd feest zijn. Nee, maar het is gewoon zo van, ik krijg er nog één. Oh, dat was de laatste. Na de Reverse Holo komt er maar één. En als je een alternate art hebt, dat is als die zit op de plaats van de Reverse. Zie je, het staat nu al. Dus, ja. Het is even een kwestie van leren. Ja. Oh. Hey. Jongen. Een V-star, heel geweldig. Stel je scherp. Nee, kom op. You can do this. Ja. Sisu? Ja. Curlia. Canceling Cologne. Ding, dat, ja. Ging goed. Scyther. Standler. Yenma. Oh. Go back, Hoothoot, Kriketot, Hisuian Basque Legion en Overquill. Ik blijf die naam geweldig vinden. Welke? Overquill. Ja. Ook omdat het Overkill is. Ja, met spikes. Vier. Quill Shark is leuk. Nee. Ik juich. Nee, dat moet je niet toejuichen. Stel je scherp, dank u. Dat is dark, hè? Ja, dat is dark energy. Sweet Honey. Cricketune. B-Sharp. Yenma. Hoothoot. Cricketot. Sudowoodo. Combi. Reforce Holo Regidraco en een Cleaver. Waarom is die Regidraco nou niet shiny, Milan? Ja, daar weet je toch alles van waarom dat niet zo is. Nou, dat doe je daar wel verdomme lang. Ja. Moet je nagaan, wil ik die Regielikje ook nog gaan doen voor de meme. Nou, dan heb je wel ballen. Daarom vroeg ik pas geleden of je of die zeevel nog had, ja of nee. Oh, ja. Kom op, ja. Grass Energy, Roxanne. Doketik. Gusty Pickaxe. Ponyta. Chatot. Bronzor. Rowlet. Oshawott. Poochyena. En Weedeer. Hey. Dat is ook een. Dat is een punt. Eén, hè? Ja. No, Steve. Stay here. Ja. Gaat al beter. Het zou leuk zijn als een van ons die Rainbow of Secret Rare gaat hebben. Zijn die zo raar in een ding dan? Ja, ik heb niet elke box die ik open Rainbow of Secret Rare. Energy. Grenadas. Verderbal, hoe zat die nou in Hisuian voor? Omdat er geen gewone verderbals bestaan. Oh ja, Heavy Ball wel. Heavy Ball, ja. Wishcash, Bronzor, Rowlet, Oshawott,
Scyther, Stantler, Reverse Holo Diwot en Absol. Ah, dat was heel sad. Ik dacht, ah. Ja. Andersom. Je kan het. Kijk, jij doet het automatisch. Ik moet er nog bij nadenken, oké. Energy. Cardinia's Vigor, hoezo? Geen idee. Juist. Temple of Sinnoh. Wait and See Turbo. Cyndaquil. Hisuian Quillfish. Hisuian Growlithe. Growlithe, Growlithe. Bergmite. Rufflet. Oeh. Je hebt de andere VMAX cataracts. Ja. Nice, we hebben allebei een andere gepoeld. Dit is de Shadow Rider. Ja. Jij hebt die, Gletscher. Ja. Ja. Dit was de VMAX. Ja, dat is 2 punten. Nice. Ya. En Shaymin. Hij is echt banaan. Jonge. Is het Huib niet Nando wel? Echt wel. Of Sander. Of Sander, ja. Oké, dit pakje doet moeilijk. Ik mag hem nou al niet meer. Waarom? Waarom? Energy. Je moet altijd eens een guy zijn, klopt. Kamado, Jubilife Village, Dartrix, Rufflet, Hisuian Quillfish, Rowlet. Ah, nog een Hisuian Quillfish. Oshawott, Flapple. Oh, full art, ultimate art Flapple. En een Glaceon. Mag ik eens zien of het full art of ultimate art is? Voor mij is geen full art, want hij heeft geen zilveren. Ja, nee, dit is een ja, er staat een trainer bij. Het is een alternate art. Dus meer punten. 4 punten. Alt art 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Dit is een hele vette kaart. Ja? Ja, ik vind deze echt heel vet. Ik vind Flapple sowieso een vette Pokémon. Is het ook? Ik vind die andere wel leuk. Gewoon... Ja, Appleton. Ja, die zat in mijn eerste team van Sword and Shield. Die vind ik zo... Durpy, inderdaad. Ja, die vind ik gewoon echt leuk. Goed, ja, mijn schoenen zijn echt van pure tegenovergestelde van Glamrine Foot, want ze zijn compleet zwart. Ja, Energy, Diwot, Yanmega, Silene. Ja, dat had niet ook moeite mee. Stantler, Bergmite, Hippopotas. Cyndaquil, Scyther, Reverse Holo toch? Ja, ja. Overquill, Miss Magius. Als je op deze snelheid ga je me wel voorbij hoor, naar de eerste half. Ja? Ja, je hebt al 11 punten. Oh, nou, we hebben een Rainbow Pool, dan ben ik helemaal happy. Ja, maar je hebt ook al 2 alternate arts gepoeld, hè? Er zijn al 8 punten. Oh nee, hè. We hebben er nog één. Nog een P-star. Zo scherp. Doe het eens. Just do it. See. Switch card. Yuxi. Hisuian Overquill. Hippopotas. Cyndaquil. Scyther. Hisuian Growlithe. Growlithe. Iets. Bronzor. Reverse Holo Stantler. En Ursaluna. Ursaluna, Luna, jee. Dat klopt, ja. Die stal is een kaart.
Two-Star Energy. Ondanks dat ik het nut van die kaart in de packs nog niet helemaal snap, maar het zal wel. Dan moet je de game voor spelen, denk ik. Dat je een soort indicatie hebt. Dat er zo, net als dat je energies hebt, die je koppelt, heb je die 4-star kaart, die koppel je ook aan een Pokémon, zeg maar, in de game zelf. Dus vandaar dat je die kaarten nodig hebt. Ah. Doet hij het of doet hij het niet? Nog niet? Ja. Ja. Energy. Piloswine. Super Effective Glasses. Bronzong. Chatot. Ponyta. Kriketot. Uh-oh. Zijde. Dank je. Padlail. Reverse Holo Magnezone. En Tifol. Wat een lelijke Pokémon is dat trouwens, Tifol. Het is bijna... Zo erg als Bolpunt. Nog niet zo erg. Maar... Geen Jemper? Nou, Jemper, daar wil ik het niet eens over hebben. Ik weet nu al... Je krijgt het elke keer weer, hè? Ja, maar dat is de codekaart. Doe ik dat nou heel de tijd of... Dat die codekaart naar boven komt? Nee, dat die buigt. Oh, dat weet ik eigenlijk niet waar dat door komt. Een Fire Energy. Nou stelt hij niet al paniek. Psylene is het. Ja, Psylene. Perugly. Azelf. Kriketot. Uh-oh, dank je. Petlil. Stantler. Burgmite. Reverse Holo Sneasel. Hisuian Samurott. Hisuian Samurott, dat is niks. Nee, graphic. Dat is weer jammer hoor. Zeer jammer. Dat is weer een teleurstelling. Blijf. Oef. Ze gaan wel echt veel moeilijker open dan Yu-Gi-Oh! Packs, hoor. Wat een gezeur. Nee. Oh, ja, ik heb niet zoveel last van. Nee, ik wel. Nee. Energy. Dartrix. Drifblim, Dark Patch, Scyther, Basculin, Voltorb, Clamio, Swinub, gele eend, ja precies, Combi. Oeh! Holy shit, die moet veel waard zijn, dat is een fucking vette kaart. Oké, die is echt fucked up nice. Ja, en dat is ook nog een van jouw lievelingspokémons, toch? Ja. Darkrai. 4 star is 2. Die is wel echt nice. Stelt die scherp? Stel scherp. Ik weet dat er nou een no glow sleeve mee in zit, maar kom op. €12. Nou, dat is weer jammer. Maar hij is wel echt nice. Echt een vette kaart. Ja. Kom op. Ja. Ik weet niet of we lijm ze gebruiken hoor, maar... Focus. Focus. Yeah. Ja. Energy. Curlia. Wait and See Turbo. Shieldon. Hisuian Voltorb. Glammeow. Swinub. Chatot. Ponyta. Reverse Holo Hisuian Arcanine. En Regice. Gebruikerconstructielijn. Hey! Oh, dit was een lekker pakje om te openen zo. Ja, hij is helemaal blij omdat hij zijn pakje normaal kan openen. Oh. Ja. Het is niet Reggie Eyes, het is Reg. Ja. Ja, maar je noemt de Reggie Eyes. Water Energy, Kamado, Noctowl,
Unidentified Fossil, Panyard, Eevee, Heracross, Teddy Ursa, Mantine, Reverse Holo Gullet en een V-Garchomp. Dat is één puntje. Ja. Nou goed, dat is wel een clean art, ja. Al zeg ik het zelf. Dat is een vette kaartje. Die is wel echt heel clean. En... Eén pakje voor één punt. Dan staan we gelijk. Dan steek je die niet. Oh. Dat vind ik wel fijn. Hij komt hier klaar als je een pakketje nog aan kan openen. Oh. Dark Energy, Grapejaw Bog, Togetic, Spiced Seasoned Curry, Heracross, Teddy Ursa, Mantine, Scyther, Hisuian Basculin, Trekking Shoes en Breviary. Er staat één puntje achter Milan. Oh, maar dat is easy in talen voor je. Eens kijken hoor. En om nog even backtracken natuurlijk, hè. Hebben hier persoonlijk een hele clean art, zeg ik het zelf. Van Garchomp V. Misschien wel de pool van vandaag voor mij, Darkrai V-Star. Vind ik echt episch. Flapple, Galarax V-Max, vind ik ook echt een hele epische kaart. Jazeker. Nou, Weirder V en Frostmoth. Die ook heel vet is. Jawel. Ook vind ik de Galarax wel vetter. Ja. Nog gewoon puur omdat hij geen borders meer heeft, weet je wel. Die spulletjes even weg. Dat is goed. Die aan de kant. Die aan de kant. Hou daar die koos maar, ik doe het toch iets mee. Oh, nice. Meme Bulk. Die Bulk vraag ik nog altijd af van wat je ermee. Ja, precies. Nou, in die logos waar ik erin kan. Ja. Die kopen ze voor mij per 50 mm of voor euro. Oké. Van Bulk. En waarom? Gewoon. Dan verkopen dat natuurlijk ook weer online. Oké. Okay. Wacht, die had ik hier net liggen. Zo. Zo. Oké, dan gaan we aan mijn tweede gedeelte beginnen. Gaan jullie nou ook lopen zeiken op mijn Mantine-uitspraak? Het is ook Mantine. Nou, heel veel mensen, of nee, heel weinig mensen zeggen Mantine, wat ze volgens mij willen dat je zegt. Maar het is gewoon Mantine, hoor. Godverdomme, Paddy. Je hebt me aangestoken. Ik kan het pakketje ook niet meer normaal openen. Gaslighting, noemen we dat. Nou, dat is echt niet normaal hoor. Ik weet hoe dat komt. Ik heb net het natte blikje vasthouden en nu gelijk gaat het weg. Nee, dat had ik beter niet kunnen doen. Nee, daar zit wat in. Oké. Wel. Oh, bijna. We hebben hier. Wacht, ik moet die eigenlijk wel even hier wegleggen. Een Darkness Energy. Een Ursa Ring. Cranidos. Piloswine. Hoothoot. Ponyard. Puchena. Yanma. Drifloon. Switchcard. Kijk naar de borders van die switchcard. Reverse solo trouwens. Ja, de rechts is wel te breed. Yeah. En Baskillegion. Piloswine. Ben je nou trouwens een beetje up-to-date met mijn hardcore generations? Ik hoorde van Nando dat je de rifle nu had verslagen, dus dat je verder was dan de eerste keer. Klopt. Ik ben nu bij mijn poging, ben ik nu ongeveer daar ook.
mijn verse dat ik ben gekomen is voorbij gyms, of bij gym 7 geloof ik, van gen 2. Grass Energy, Hisuian Electrode, Gusty Pickaxe, Dewalt, Heracross, Teddy Ursa, Mantine, Scyther, Hisuian Basculin, Reverse Holo Hisuian Basculegion en een Holographic Hisuian Lilligant, wat ik echt een van de vetste Hisuian Forms vind, denk ik. Weet je wel opvalt nou? No. Dat ze niet meer die stomme foto's gebruiken van gewoon een poppetje in een grasveld. Ja, precies. Ze hebben er nu wat meer moeite in gestopt. Ze hebben daar gewoon echt arts. Ja. Ik vind van, volgens mij is dat Chilling Rain, had je zo'n snom, zeg maar, op een bankje in de sneeuw. Dat was echt een leuke. Echt een leuke kaart. Echt een leuke art was dat. Snom on the bench. 1, 2, 3, 4. Was Nando er ook al mee bezig? Ja, en Jordi was er mee bezig. Nou, Jordi weet ik. Hoorde dat Sander er ook al mee bezig was? Ja, Sander er ook al mee bezig. Je hebt iedereen aangestoken. Hoezo dat nou weer? Dat is toch vet dat iedereen je na wil doen. Zizou, Dartrix, Tracking Shoes, Rufflet, Quillfish, Rowlet, Quillfish, Oshawott, Sweet Honey, en wat is dit? Dit is een gewone Darkrai V! Nog steeds een vette Darkrai V. Die is echt vet. Goeie vereerd, ja, ik ben met een... Tenminste, dat zijn dus niet een origineel concept, maar nee. Hè. Een Energy, Tracking Shoes, Golduck, Grant, Hisuian Sneasel, Misdreavus, Barboach, Ponyard, Eevee, Reverse Holo Poochyena, een Full Art Choi, ook wel Chop Choi genoemd. Kennen trainers ook Full Art zijn, ja toch? Ja, dit is een Full Art trainer. Alleen die hebben dan niet zo'n randje eromheen, zeg maar. Maar verder is het wel een full art. Ah, die is vrij. Die is niet zo erg als die andere die ik had. Energy. Hisuian Overquill. Jubilee Village. Noctowl. Hippopotas. Cyndaquil. Scyther. Hisuian Growlithe, Bronzor, Reverse Holo, Bisharp en Hisuian Overquill. Nogmaals weer eens. Chappie Choi, inderdaad. Kom op, kom met die Rainbow of kom met die Secret Rare. Die had trouwens toch ook een Secret Rare? Die Shiny Oranguru is een Secret Rare. Is die Secret? Ja. Die gouden kaarten, dat zijn Secret Rares. Ja, dat had ook al zo'n display. Ja. Energy, Jubilee Village, Dartrix, Drifblim, Drifloon, Psyduck, Togepi, Magnemite, Ralts, Radiant Greninja, dat is een shiny Greninja. Al die Radiance zijn shinies. Ja? Ja, die Heatran zie je dat niet, omdat... Ja, die zie je. Want deze had ik namelijk de vorige keer ook. Dus het is Shiny Greninja. En Cleaver. Kijk maar, hij is zwart met rood. Normaal is hij blauw met roze. Oh ja. Die de volgende keer, mochten we deze set nog ooit een keer doen, dan doen we Radiant ook als punt geven. Maar het is wel echt heel bijzonder dat ik de twee Radiants die ik pool dezelfde twee zijn als de vorige keer. Misschien zijn dat wel de enige twee die erin zitten hoor, dat kan. Maar... In die Pokémon Go zit ook allemaal Radiant. Radiant Eevee en Radiant Charizard. Wat houdt Radiant dan in? Dat is gewoon een shiny. Alleen die hele glitter is anders.
Ja, hij is meer structureel. Ja. Een, oh, dat gaat niet goed. Een metal energy. Nou, dat kan ook gewoon een Lucha. Azelf, oeh, Azelf, Shieldon, Uxie, Janma, Swinub, Nickit, Petalil, Bergmite, Gardenia's Figure en Shaman. Volgens mij zijn het er maar drie. Ah, dus alleen de Hawlucha nog dan. Dat klopt, Nando, want het gaat hier om een Pokémon kaarten set en ik ben heel erg teleurgesteld dat ze geen betere naam voor die set hadden kunnen verzinnen. Nee, überhaupt Pokémon Go. Nee, dat is bij Sander meer dat hij gaat kotsen. Ik ben wel niet echt een fan van Pokémon Go. Als in de game. Al heb ik er vroeger wel veel plezier uit gehaald door daar niet van. Maar wat is nou uiteindelijk de reden waarom je het niet zo leuk vindt? Om het zo te zeggen. Omdat eigenlijk de hele hype eraf is. Dus het is niet dat je ondertussen nog mensen tegenkomt van oh, ik ben nu even een Pokémon raid aan het doen, zeg maar. Snap je? Noctowl, Sisu, oh en nog iets, maar dat komt zo wel. Kamado, Janma, Hoothoot, Cricketot, Sudowoodo, Combi, hey, Zacian V en Isuian Decidueye. Waarom moet de houden nou op staan? Nee, Pop. Pop. Pop is een coole boy. Ja, ik weet niet waarom mijn Hopper nou ook op moet staan. Ja, inderdaad, man, dat heb ik ook. Ja, dat weet ik, maar waar ik ook nog verder over wil zeggen van, juist de shinies vind ik zo jammer, want het is niet moeilijk om een shiny te krijgen in Pokémon Go. Zeker niet met die, door die dagen, weet je wel. Door die, ja, dat is tegenwoordig heel erg genervd, hè. Oké, maar dan nog hebben mensen heel veel shinies, zeg maar. Ja, dan gaan ze echt op pad. Zoals ik doe, voor morgen is volgens mij dan een dag voor Dino. Als ik het goed zeg. En er staan zo erg nog een deur van normaal. Alleen thuis had ik zo'n 8 shinies of zo. Ja. Maar nou krijg ik er ook uit 2. Als ik gelukkig. Oké. Maar ja, toch gewoon 2 dino's. Ja, oké. Ik had het nog oké gevonden als je ze niet kon overzetten, zeg maar. Maar je kan Pokémon Go ook overzetten, volgens mij. Ja. V-Star. Grant. Switchguard, Bisharp, Mantine, Quillfish, Azulian Basculin, Puchena, Glammeow, Petalil en Rapidash. Shiny Meltan heb ik wel gedaan, omdat ik dacht van ja, dat is een Pokémon die ik in een normale game niet shiny kan krijgen. Ja, die moet ik nog. En daar had ik toen heel veel moeite voor moeten doen, zeg maar. Want je moet al die boxen elke keer gaan doen dan, zeg maar. En toen dacht ik, nou weet je, die moeite wil ik wel insteken, omdat het echt moeite kost dan. En volgens mij is Shiny Meltan nou nu alweer te verkrijgen. Ik heb ook weer, ik zit ook niet zo groepen met al die nieuwsgierigheid. Ja, en wat ik net zei, Nando, die accepteer ik zeker. Met Meltan wel. Ja, ik heb ook een Shiny Melmetal op Pokémon, of wel op Home staan, geloof ik. Ja, Shiny Meltan kan je nou even krijgen van 16 juni tot 30 juni. Oké, oh, dus maar korte periode. Energy, Super Effective Glasses, Unidentified Fossil, Hoodoot, Ponyard, alle beesten van de Ponyard, houden van dansen, en ze vieren feest waar het maar kan. Puchena, Janma, Drifloon, Hisuian Overquill, en Miss Magis. Nou, kom nog even met wat punten, want maar een andere kant is ook gewoon van Pokémon Go direct naar home sturen. Dan wordt die box ook gerecharged. Als jij die mogelijkheid hebt, daar niet van, maar. Zo doe ik het nu. Ga ik het doen. Grass. Roxanne. Dogetic. Gusty Pickaxe, Hisuian Overquill, Hisuian Basculin, Puchena, Glammeow, Janma, Registeel en Ursaluna.
Beter. Ja, maar dat scheelt een hele hoop hoor. Dan moet je weer connecten via een room met via Let's Go, weet je wel. Oké, ja. En dan krijg je zo'n home screen met ook recharge. Oh ja, 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 dat is zeker beter. Zonder dat je een room moet connecten en dan weet ik voor wat. Energy. Energy Lotto. Quilava. Golduck. Rufflet. Quillfish. Rowlet. Quillfish. Ja. Oshawott. Magnezone. En Tevil. Wat een kutpakje. Jezus, man. Ja. Voordat hij die game uit heeft, is die game gewoon van het netwerk afgesloten en je kan niks meer overzetten. Ja. Dan zijn er al 4 andere Legend games uit, denk ik, als hij hem klaar heeft. Zouden er meer Legends komen? Ik verwacht het wel. Geeft grotere kans dan dat er nog een Let's Go komt. Ja, denk wel, ja. Bijna 350 in de game, Jezus. Nou. Gardenia. Temple of Sinnoh. Wait and See Turbo, Barboach, Scyther, Eevee, Heracross, Mantine, er zit weer iets aan te komen, Cranidos en Hisuian Lilligant V. Nou, ik noem toch die Force, Holo en, of normaal Holo en deze. Yep. Krijg je extra punten? Nee. Ursaring, Featherball, Hippowdon, Hippopotas, Cyndaquil, Scyther, Hisuian Growlithe, daar ging Bronzor. Kijk Bronzor, hallo. Reverse Holocombi en Hisuian Typhlosion Holographic. Ja, ik weet niet of je die tweet van mij gezien hebt, maar toen had ik gezegd, de shiny Hisuian Typhlosion had de vlammen ook gewoon... geel, rood om te zijn. Ja. In plaats van blauw. Gewoon bloem nog met zo'n afwoord. Yep. Dingen voor zo te zeggen. Ik snap hem. Even kijken. Magneton. Spicy Seasoned Curry, Hisuian Electrode, Chatot, Magnemite, Teddy Ursa, Hisuian Sneasel, Mistrevious, Reverse Holo Diancie en Regice. Volgens mij heb ik nu alle Regis die in de set zitten. Regis. Ja, die heb ik al 2 keer zelfs. Ja. Wat? Nou, dan moet je hier Ratchet Eaters nog voor hebben, Lando. Die zal er ook wel in zitten, toch, Ratchet Eaters? Ja, dat weet ik niet. Gardenia Sphere, Whiscash, Temple of Sinnoh, Cricketot, Psyduck, Petalil, Stantler, Burkmite, Gallade Reverse Holo en als hij scherp stelt een Hisuian Braviary. Oeh, de tweede ronde is een stuk slechter dan de eerste ronde. Ja. Hij hoeft 5 functies niet te halen als je hem niet kapot. Ja. Och, daar gaan we weer. V-Star. Chop Choy, Jan Mega, Gabe Jawbog, Sudowoodo, Combi, Ralts, Nickit, Tokopi,
Oeh, Alternate Art Mighty Anna. En Hisuian Everluck. Oeh, dat zijn nou kom je vier punten. Dat vind ik niet zo leuk. Nee, dat snap ik. 1, 2, 3, 4. Wel, het laatste pakketje van mijn doos in ieder geval. Dat was een lekker pakje om te openen, of niet? Ja. Die ging wel makkelijker. Water Energy. Kom op. Sweet Honey. Canceling Cologne. Piloswine. Hisuian Voltorb. Glammeow. Swinub. Chatelt. Ponyta. Rapidash. En Vespiquen. Oeh. Het allemaal wel omdat met regelmaat dezelfde kaart achter elkaar. Ja. Komen. Dat is ook met die twee keer die Quillfish elke keer. Ja. Klopt. Goed, ik ben geëindigd op 23 punten, Paddy. Je moet 9 punten halen om gelijk te komen en 10 om te winnen. Ja, moet niet wat te doen zijn, toch? Wat zeg jij? Moet wat te doen zijn, toch? Dat, ja, dat zou je zeggen. Zou je zeggen? Ja. Nog een recapje doen? Oh, ja, ik wil nog een recapje doen. Is goed. Recap. Nog even een recapje van mijn kant. De Alternate Art, een machtige hyena. Heb je de vorige keer ook gepoeld? Ja, dat klopt, ja. Hisuian Lilligant, V, Zacient V. Weer de Radiant Shiny Greninja, Choi en A Dark Rai V. Deze tweede was echt een wat slechtere. Wat een minder. Jubberdubberdubboep. Ja, ja. Okay. Ja, dat zeg ik. Gaat het ook een zo makkelijk pakje worden of niet? Als je maar goede kaarten moet zetten. Nee, pakkie, het pakje doet weer moeilijk, Milan. Oh jee. Geen pakje maar speel. Ja. Eén, twee, drie, vier. Nee, beginnen we met een Energy. Perugly. Azelf. Hoe doe ik nou mijn moeilijk, Jordi? Kom op. Simsalabim. Nee, wil je niet? God, jongen, jongen. Ja, Azelf, Switchcard, Glammeow, Puchena, Swinub, Hisuian Quillfish, Petlil, Hoothoot, en Tifl. 4 punten erbij. Nou, dat begint al goed, hè? Mm-hmm. 1, 2, 3, 4. Dat was maar één pakje. Godverdomme. Je zou me nou maar zien dat ik gewoon niks meer krijg. Dat zou ik wel heel grappig vinden. Maar qua Pokémon heb je nooit een guaranteed dingetje in een box van een guaranteed. Nee. Eén rainbow rare, om het zo te zeggen. Ik dacht eerst dat het wel zo was, omdat ik de eerste 3 dozen die ik openmaak, heb ik elke keer 1 secret rare. Ah. Alleen daarna stopte dat. Dus dat is gewoon heel veel geluk. Ja. Ja, Energy, Roxanne, Togetic, Gusty Pickaxe, Teddy Ursa, Hisuian Sneasel, Misdreavus, Barboach, Scyther, Jubilife Village Reverse en de Mesprit. Die hadden we nog niet gezien vandaag. Nou. Een leuke art.
Weet je dan dat niemand een full art Pokémon heeft heeft gepoeld vandaag? Jij wel toch? Nee, trainers 2 keer. Maar geen Pokémon. Hm. Ja, oké. Ja, want het is wel een full art. Ja, het is wel een full art, maar geen Pokémon. Energy, Wait and See Turbo, Shieldon. Eventjes je scherpe. Oh jongen, gaat die weer. Xylene, Heracross, Teddy Ursa, Mantine, of Mantine, hè? Nee, Voltorb, Basculin, Rufflet, Common Red Jelly, maar dat ziet er raar uit. Common. Nou, is niet, ja. Is het een, nee, het is, de laatste keer is altijd een rare, dus dit is wel een rare kaart. Het is een sterretje, maar het is geen holographic. Kijk, als die holographic is, vind ik hem cooler. Ja, tuurlijk. Jolien. Oh, dat wordt volgende week weer volop meebeleggen op het werk, hoor. Oh jee. Fout uur. Oh. Een hele week. Top 5-star. 1500, toch? Ja. Want dan heb je de hele week meebeleggen op het werk. Gardenia figure. Is dat haar achternaam? Wat is dat eigenlijk? Nee, het is Gardenia's figure. Dus er is iets mee. Ik weet ook even niet wat figure betekent. Ja, ik moet denken aan figuur, weet je wel. Maar... Ja, maar dat is het figure, dus dan schrijf je dat anders. Ja, oké. Okay. Temple of Sinnoh, Wait and See Turbo. Ralts. Nickit. Togepi. Chatot. Magnemite. First Holo, Sudowoodo en Hisuian Everrock. En nou gaat hij niet meer zo lekker, Milan. Ach, weet je hoeveel pakjes jij hebt voor 5 punten? Een Steel Energy. Ja. Toketik. Ja. Spice Seasoned Curry. Curlia. Suyin Sneasel. Mysterievous. Barboach. Scyther. Eevee. Temple of Sinnoh Reverse Holo. En Vespiquen. Het doet. Ja, Chatot. Oh. Dank u. Ik ga Pokémon vanavond bellen. Oh, zeker. Water Energy. Magneton. Wow. Spicy Season Curry. Hisuian Electrode, Puchena, Yenma, Drifloon, Sudowoodo, Combi, Reverse Holo, Gusty Pickaxe, hey. Oeh, Origin Form, Palkia V. Dat is één punt. Wat een rare kaart. Hij is inderdaad wel heel raar. En ik weet ook niet precies waar die zit met zijn art. In het midden. En ik bedoel ook gewoon... Waar die is. Waar die is, ja. Ja, lijkt wel een soort van dimensie die niet meer oké is. Nee, dat klopt. Hoe is het? Het is geen alternate art, of wel? Nee, het is een 4, dus dan is het al geen alternate art. Heb je puntje gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Uh-oh. Eén, twee, drie, vier. Dark Energy. Dark Patch. Magneton. Cape Jar Bok. Zijde. Dank je. Drifloon.
Sudowoodo, Magnemite, Ralts, Reverse Holo Chatot en Hisuian Basque Legion. Die is ook in meerdere kleuren te verkrijgen in de game. Ja, twee kleuren geloof ik. Een wit en een roze. Vier kleuren toch? Nee, ik dacht maar met twee. Ja, maar er waren twee. Of Jordi is dronken of hij heeft een klap tegen zijn hoofd aan gehad met iets. Want het gaat niet goed met die jongen. Arme jongen toch. Grass Energy, Choi, Yanmega, Cape Jar Bog, Rowlet, Hisuian Quillfish, Oshawott, Hoothoot, Ponyard, Reverse Holo Bastiodon en een rare Cleaver. Toch? Dat is toch rare? Holo rare. Holo rare. Druk lijf. Was daar. Trouwens, het eerste pakje waar maar één quillfish in zat. Yeah. Hey, je bent een quillfish. Sst. Nou, spoilers. Ik mag het niet voorzeggen. Een electric energy. Kom op. Dat kan jij. Yeah. Ja. Kulava. Hisuian Heavy Ball. Hippowdon, Hisuian Quillfish, Scyther, Togepi, Combi, Chatot, ik zie hem al, Chatot, Radiant Heatran en Luxray V. Kijk, een punt! Die Heatran vind ik leuk. Ze zijn Heatran, maar je ja. Ziet het alleen niet, maar hij is wel zo. Nou, normaal zijn zijn ogen toch geel van Heatran. Volgens mij wel. Dat weet ik niet. En deze is die roze. Nou, 4 punten in 9 pakjes moet wel lukken, toch? Ik hoop het. We hebben een Psychic Energy. Kom op. Maar waar is het nou op scherp gesteld, vraag ik me dan af, hè? Ja. Shisu, Dartrix, Trekking Shoes, Petlil, Stantler, Bergmite, Hippopotas, Cyndaquil, en een alternate art, toch? Ja, je hebt al gewonnen. 1, 2, 3, 4. Ja. En Reggie Eyes. Alternate art, Kingdra. Ja. Die vind ik leuk. Eentje is genoeg. Wordt hier gesjoemeld. Zijn Pokémon Packs altijd al zo moeilijk geweest om open te maken? Nou, ik vind het niet moeilijk, dus ik... Nee, maar zoals bij Yu-Gi-Oh! Zijn ze nog wel eens van productie van pakjes overgestapt, weet je? Want bij de ene set is veel moeilijker open te maken dan de andere. Nou, sinds dat ik ze open maak, zijn ze niet veranderd in ieder geval. Ja. Energy, Hisuian Overquill, Jubilife Village, Noctowl, Swinub, Chatot, Ponyta, Cricketot, Psyduck, dank u, Reverse Holo Cleaver en Reggie Steel. Zo'n stalen Reggie.
Wat je dan je kan beter dan allebei de kanten zo openmaken. Dan kan je het er zo uit. Ik zie altijd zo trekken. Ik ben bang altijd dat je, ja, dat je die dingen straks beschadigt. Dat snap ik. Jongen, 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 jongen. Oh, ja. Verneukt. Lekker paddy. Ja. V-star. Featherball. Wishcash. Sweet Honey. Suwin Growlithe. Voltorb. Rufflet. Ponyta. Rowlet. Reverse Holo Hisuian Quillfish. En een Holo Rare Gallade. Freddy Fish. Voor welk? Dat weet ik ook niet. Waarschijnlijk de Quillfish. Dat zou zomaar kunnen. Nou, dat gaat wel makkelijker. We hebben hier een Fire Energy. Kunnen we één keer... Nee! Ja. Drifblim. Dark Patch. Paloswine. Nickit. Hippopotas, Cyndaquil, Hisuian Quillfish. Merk je dat er twee verschillende Quillfish art zijn? Ja. Hisuian Growlithe. Oeh, die heb ik vorige keer ook gepoeld. Galarian Obstagoon en Hisuian Basque Legion. 4 punten. Eén, twee, drie, vier. Tada. De goede en de verkeerde art. Oh. Die was weer een goed. Ik weet nu al, ik ga tegen Rachel zeggen wat ze moet doen om jou turned on te krijgen. Gewoon een goed pakkie. Ja. Heb ik dat film en dat filmpje ook aan jou laten zien? Kijk eens. Wacht. Oh, nee, wacht, nu snap ik hem. Van, heb je nou een video gestuurd van een filmpje of zo? Nee, maar nu snap ik hem. Dan hoef je niet elke keer een nieuw pakje te openen en dus gewoon elke keer een filmpje van een goede pakje laten zien. Zoals vast waarderen. Energy, Dark Patch, Magneton, Cape Jaw Bog, Cricketot, Psyduck, Dankie, Petlil, Kaboom. Wat? Oh. Standler, Bergmite, Reverse Holo Uxie en Leafeon. Reverse Holo sigaret in mijn pakje. Jongen, je broertje ging veel makkelijker hoor. Dank je. Dat is een hele verkeerde zin in de land. Niet out of context halen. Vier. Marlboro de Koffie. Nou, ik heb een Koffie Gate Marlboro. Oh, echt? Ja. Nice. Maar mijn emoties op mijn kanaal. Mm-hmm. Voor tier 1 heb je een koffing en dat is op pauze onder natuurlijk, oh, hè? Yeah. Rookpauze. Nou, als tier 2 heb je een wheezing. Ah, dat is wel vet. Energy, Super Effective Glasses, Bronzong, D-Watt, Bergmite, Rufflet, Ponyta, Chattelt, verneukt. Dat helemaal verkeerd. Bronzor, dank u. Reverse Holo Heavy Ball en Registeel. Dude. Dat is echt niet oké, hè? Ja, een scherpe Edo, ja. Dan mag ik mag iets niet zeggen van Mando. Ik hoorde het. Ja. In jouw Emerald Plate, zei je dat toch? Ik zeg dat altijd als ik een Sharpedo van. Mis.
Zo jammer dit. Moet stofzuigen. Een grass energy. Tokedic. Spiced seasoned curry. Curlia. Hippopotas. Cyndaquil. Scyther. Growlithe. Bronzor. Reverse Holo Milk Tank. En Reggie Ice. Hoe is die Milk Tank in shiny? Omdat jij geen shiny Milk Tank verdient. Ja, maar die heb ik al. Daarom, die verdient niet. Op exact precies 100 encounters. Wie doet dat? Nee, dat heb ik niet zonder. Nee. We don't talk about Bruno, no. We hebben een Dark Energy. Dank u. We hebben een Azelf. Ik zie je wel glimmen. Ekok. Shieldon. Yuxi. Mantine. Scyther. Hisuian Basculin. Voltorb. Klemmiauw. Reverse Holo Bronzong. Oh! Volgens mij is dat de duurste uit de set. Oh, wat ik net zag. Dat zou zo goed kunnen, ja. Dat zou zo goed kunnen. Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Je wint ook niet een beetje, hè? Nee. Hij stelt niet scherp. Ja, die is leuk. Heel ziek. Nog één pakje. Volgens mij wat ik net zag was die rond de 70 euro. Well? Volgens mij. Headphone alert. Seeking City in deze set. Water Energy. Yenmega. Psylene. Krenidas. Patlil. Burkmite. Hippopotas. Cyndaquil. Ponyard. Reverse Holo Drifblim. En Shaymin. Paddy's lichaam werd later gevonden rond een bos met rode stukken pakjes om hem heen. En nou, natuurlijk nog een beetje voor de recap, hè? Oh, die maar achteraan. Ja, die moet natuurlijk even achteraan, hè? Om te shine. Ja. Hebben Galarian Obstagoon. Alternate Art Kingdra. Luxray V. Radiant Heatran. Origin Form Palkia V. Hoodhood. Anima Champ VMAX. Rainbow Rare. Ja. Oké, okay, die vind ik wel echt heel ziek. Ja, dat snap ik. Ja. Nou, dan ben jij de verdiende winnaar van deze pack battle. En ook niet zo'n beetje. Jezus. Nee, gewoon met 10 punten, Milan.